Zomerdrukte op Schiphol. Achter de schermen slaan Schiphol, de verkeersleiding, luchtvaartmaatschappijen, marechaussee en anderen de handen ineen om alles zo soepel mogelijk te laten verlopen. Willem van den Akker is operationeel manager bij Schiphol en geeft Schiphol TV een kijkje achter de coulissen. Nou, we zijn in het regiecentrum. Aan deze kant hebben we verschillende posities waar processen worden gemonitord. En waar calls worden aangenomen, waar storingen op binnenkomen. Positie 5 is de positie waar de passagiersstromen worden gemonitord. Aankomend, maar ook vertrekkend. En met name het transferproces, wat voor ons heel belangrijk is. Dus daar hebben we ook de camerabeelden bij staan. Deze positie is specifiek voor techniek. En hier kan eventueel ook de prioriteit worden veranderd op het moment dat we zien van ja, dat is een storing die normaliter niet zo'n invloed heeft. Maar gezien de drukte is die ineens heel erg belangrijk, zodat we zo snel mogelijk oplossen, zodat het zo weinig mogelijk verstoort. Als operationeel manager brengt Willem het grootste deel van de dag door op de werkvloer. In de volksmond de terminal. Overal, als ik nu die hal zo bekijk, zie je heel veel mensen natuurlijk. Maar een deel daarvan zijn wegbrengers. Een deel daarvan is natuurlijk vertrekkend. Maar als je hier kijkt, hier staat nauwelijks rijvorming voor onze luchthavenfaciliteiten. En dit is gewoon een heel mooi plaatje. Dit is gewoon heel rustig, zoals het hoort. Ik probeer het allemaal zo soepel mogelijk te laten verlopen voor die passagier. En dat is wel een uitdaging, maar natuurlijk leuk. Ik bedoel, dit zijn wel de dagen dat het gebeurt, zeg maar, op Schiphol.